De nieuwe EA Sports FC25 is uit met een nieuwe toevoeging, een nieuwe feature. Five -Side Rush. Misschien wel de vetste toevoeging in jaren. Ik heb een studio vol met kenners, dus wij gaan eens even bepalen wat het beste Five Asside-team is. Mannen, welkom. Fijn dat jullie er nog steeds zijn. Om te beginnen, ik wil even een klein applaus voor Appie. Vorige keer klasse gedaan. Ik vind dit erg sumier hè van Kimsi, nee, vind je? Nee, ik klap toch. Oké, okay. ja, zo'n grote ja. jongen, er komt gewoon bijna geen geluid uit. Nee, maar ik klap voor hem. Hij heeft okay. gewonnen. Nee, precies. het van de daken schillen. Nee, 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 het is oké. Okay. <laughs> Ook iets om jou een beetje op te vrolijken? We hebben nog steeds mooie slippers en je sokken met mooie ISPN sokken voor je. Oké. Okay. Want je voelt je heel erg thuis. Ja, lekker. Daar zijn we blij mee. Voor de volgende keer volgende nog keer iets meer thuis. keer trek ik deze aan. Ja. 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 Toch? Nee, dat waardeer ik. Ja, heel goed. Applaus voor Yves Nee, eens meer geluid, nee, meer Nu wel, hè. Five A Side. Rush. Uh, het is nieuw in het spel. Ik kijk er heel erg naar uit. Sorry, sorry. sorry. Ik weet je wat ook nieuw is? We hebben de Kuip nu. Ja, dit is ook oh. in het spel. Ja jongens, mag we mogen even voor klap hoor. Ja, 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 ja. Dat de enige. Maar de ook de Johan arena. Ja, nou, maar die zat, die zat al jaren Maar de Kuip was ja, maar... dus wel even een nieuwe toevoeging. Maar was het, was het een ding voor je? Ja, zeker. Dat roepen we al jaren hoor. En, en een, een, een sfeer waar Ja. Toch een en dan heb je zo'n Kuip, zeg maar, mooiste stadion. Ja. Dat, dat is uh, toch? Nou, vind ik niet. Niet mee, vind je, niet mee eens. Vind je de Kuip niet mooi? Ik vind de Kuip niet mooi. Eerlijk gezegd. Ja, Ongelooflijk. Dit is ook... Ik vind maar... hem oud. Ja, maar als je, als je ja, er maar... bent qua sfeer, vindt iedereen wel gewoon mooi, toch? Rauwe ja, hij, sfeer. Ja. Hij of zegt niet. van niet. Hij is helemaal maar zorgen die Ik vind, vind de stadion niet mooi. Ik heb nooit een Feyenoord-wedstrijd in, in de Keuken gezien. Wel een oh, Nederlandse elftalwedstrijd. Die sfeer is toch niet te vergelijken met bij jullie stadion. Kom alsjeblieft Oké, jullie zijn kampioen geworden dit en dat, maar qua sfeer, maar nee, dat kan niet, man. Nee, maar dan, dan ben je echt tegenwoordig zeggen ze de Lulu. <laughs> ja, ja, we zijn misschien de Lulu, maar we zijn ook eerst. Zo simpel ja, ook. Nog met, ik dacht nog ik ga turf, weet je wel. Vorige keer had ik gezegd we zijn kampioen, we zijn nummer één. We waren wel een aantal turfjes, ik denk vandaag komen we ook wel op een paar. Wat denk jij? Ja, ik zou zeggen laten we beginnen. Ja toch? Ja. Uh, Five Side Rush, we gaan dus een team samenstellen uiteindelijk van vijf spelers. Er zijn een paar dingen in het spel, je speelt met vijf spelers, logischerwijs. Buitenspel is iets aangepast. Die lijn ligt iets verder. Dus aan het aanvallende laatste gedeelte van het veld. Werken niet meer met gele en rode kaarten. Maar als er gewoon een harde overtreding is, krijg je een blauwe kaart. Tijdstraf, Speler even aan de zijkant. Totdat er is gescoord of de tijd voorbij is, dan mag je weer terug erin. Al met al wel uh, ja, gekke, gekke regels, toch? Lijkt me een leuke game mode, ik zeg je eerlijk. Zou er een beetje goed in zijn, denk je? Ik denk het wel. Weet je wat het is? Vijf tegen vijf, kleiner veld. Het gaat denk ik toch meer draaien om pasen. Ik denk dat dat wel leuk is. Tikitaka. taka. is leuk. Ja, nou ja, ik denk dat ook wel een beetje zeg maar skill. Zo goed kan je iemand passeren en zo. Denk oh, ik ook wel. Dribbelen. Uh... Toch? Zeker. Ja, want uh, daarover gesproken, uh, er zijn dus ja, wel een aantal uh, stats die belangrijk zijn voor dit spel en die spelers ook geschikt maken zeg maar om vijversijde te spelen. Dat is pace, dribbelen, schieten en pasen. We gaan het als volgt doen. Jullie kunnen punten verdienen. We gaan spelers met elkaar vergelijken. En jullie moeten gokken welke speler de hoogste rating heeft. Oké. Okay. Klaar voor? Zeker. Oké. Okay. De eerste, en dan zijn we benieuwd naar dribbel, die is afgeplakt. Lozano, Ivanusec en Traore. Wie heeft, niet wie jullie vinden dat de beste dribbel heeft, maar wie zou de beste dribbel hebben? Ivanusec. Jij okay. denkt Ivanusec? Lozano. Lozano? Jij denkt zeker trouweren. Nee, nee, nee. Ik denk Lozano. Jij denkt Lozano? Ja, ik denk Lozano. Oké, okay. nou gaan we het uh, onthullen. Het is Ivan Maar natuurlijk is het uh, Ivan Toch? Ja, maar ja, hij heeft nog wel. Uh, hij mag nog wel wat meer laten zien, toch? Ja, er moet ook iets meer opgesteld worden, maar dat komt helemaal goed. Soms, eh, vooral in een stadion als de Kuip... Prachtig stadion, dan moet je soms even een jaar hebben om. ...gedragen te worden om tot ontpopping te ja, komen. Ja, uh, het jaar daarna komt het goed. Dit jaar gaat het helemaal goed komen. Hè? Maar uh, zeer terecht. Je ziet ook van, hè, de, 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 het is verder boven. <tie> ik bedoel, je hebt daar een 81 en een 80 en een 83, ja. Het scheelt maar twee, kom ik. Hoe kan een linksvol zo langzaam zijn eigenlijk? Ja, die, 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 die begreep ik ook niet, ik zeg eerlijk. Ja, Hij is mild natuurlijk wel, Fano's ja, maar 65 ja, ja. maar inderdaad wel echt laag. Het is gewoon bijna weg, <tie> <tie> Ja. <tie> Maar het komt goed, komt goed. Was je eigenlijk blij dat uh, Traoré terugkwam? Ja, zeker, zeker. Dat is ja? een hele mooie stap. <laughs> ja, ja, maar, hij kijken. heeft natuurlijk al bij Ajax gespeeld. Dus normaal gesproken, als een nieuwe speler kon, dan heb je nog niet echt een beeld. Nou, van, toen moet toen was hij nog geen supporter. Toen was hij nog geen supporter daar, dus die, die weet het allemaal Want niet Je weet wel dat Traoré heeft al gespeeld bij Ajax, hè? Nee, sindsdien uh... sindsdien, sindsdien volg je ze pas. Ja. Oké, okay, precies. Traoré naar Ajax? Hij ah, boeit me helemaal geen zin. Nee. Nee. Je, je bent er niet bang voor. Natuurlijk <tot> niet. Nou, hij, kan, hij kan wel aardig passeren. Aardig ja, hij kan wel aardig passeren, maar ja, het, is, het is niet de beneden. Hij gaat niet alles in zijn eentje doen. Het is geen jean Van Damme ook. Dus, uh, ja. Oké, okay. geen, uh, geen vrees voor Jullie bij PC ook niet nodig, hè? Nee, niet nodig, maar ik, vind het, ik zou het wel mooi vinden als Ajax wat meer competitie kan bieden. Dus ik ben blij dat hij... Doe ja, even normaal, man. Doe even normaal. Er is toch wel een beetje competitie? Er is competitie. Ja, tussen Ajax en Feyenoord. Maar en ACV's Ajax en PSV. Uh, doe ze even normaal man, hebben 4-0, 6-0, van de map ja. afgewegen. Dan kom je gewoon bij 10-0 in totaal uit. Ja. Competitie. Ja, maar is dat het, is geweest. Er zit ook mij zit aan te kijken. Hè? Ja, zoek ja. bevestiging. Nee, precies. Nee, ja. Is zo, facts. Ja. ja. Uh, het staat uh, 1-0. Ja. Snelheid, jongens. Ook belangrijk voor Fyverside. Oh. Bakayoko, Panchao en Brobby. Nou, wel drie mooie Eredivisie-spelers als je het mij vraagt. Ik twijfel tussen Bakayoko en Pashao. Ik weet dat Brobbie niet sneller is dan hun twee, denk ik. Ja, ik twijfel ook tussen hun twee. Ik denk wel, ik denk dat Bakayoko het gaat zijn, maar uh, ik moet kiezen voor Pashao. Jij kiest voor Pashao? Ja. Appie? Bakayoko. Bakayoko, wie denk jij? Ik ga ook voor Bakayoko. Gaan we het erbij pakken. Het is inderdaad Bakayoko. Het scheelt, scheelt maar één puntje. puntje hoger, het scheelt maar één puntje. Is ook wel echt een uh, snelle speler. Maar Brobbie ook wel. Ja, hoor. Ik wou net zeggen, Brobbie is ook aardig Zeker, snel. Maar dat wisten we toch? Kijk, Bakayoko is sowieso wel een mooie allround-speler, toch? Als je het mij vraagt. Mooie kaart. Ja. Is, wel, is, is, is een lastige speler, hoor. is lastig man. La Goede speler. Om tegen te spelen bedoel je? Ja, ja. ja. Dat heb je graag bij Feyenoord gezien. Nee, dat doet niet als je eenmaal bij PSV bent. Ga je daar ook blijven. Maar, de, maar het is wel een mooie speler, zeg maar. Maar eerlijk, als je zeg maar, moet denken aan five a side, vind ik Bakayoko wel echt een geschikte speler. Mee eens. toch ja mee eens. Nou, mooi als hij het zelf zegt dan kom uh... op je kan wel gewoon uh, even eerlijk zijn toch What? precies Eens. bij vijf van zou je ja. bakeroo ook al kiezen toch van deze drie. Nee, van, van deze drie nee <laughs> <laughs> Dat is toch logisch pachou man ik kan jou vast zeggen de volgende antwoorden zijn ook... nee maar oprecht op ik zal hier gewoon voor Paschouw kiezen waarom niet ja maar oh, kan je ook wel oh, oh, iets beter gewoon een snelle Braziliaantje, hoor. daar zo dat dat gaat overal tussen door het staat 1-1-1, uh, ja. dus het is uh, spannend Weet je dat ik bij, volgens mij was het ook bij ESPN hè, jullie hadden volgens mij de actie van Baku uh, gedeeld, dat hij zomaar, uh, dat hij zo die bal aannam. Ja, achter zijn ja, zo. zo. Toen had ik daarop gereageerd met, uh, uh, mooie aanname, doen we niks mee. Zo, daar <laughs> kwam toch, daar kwam toch weer een lading, ik ben weer, weer voor alles en nog wat uitgeschroefd. Ja, krijg je wat berichtjes? Ja, maar ik ga daar helemaal uh, goed op, oh, ik ga daar zo heerlijk op. Ja? Ja, natuurlijk. Dan pak je even popcorn erbij, ga je Ja, natuurlijk, resten. ga je even lezen, ga, uh, ga ik stuk, weet je toch, dus, uh, nee maar... Uh, Mooie aanname. Ja, maar jij vindt dat we elkaar wel iets meer mogen plagen onderling, toch? Tuurlijk, dat, dat hoort erbij, maar dat hoort ook bij rivaliteit. Maar het moet alleen gewoon niet, nooit overspringen naar geweld, zeg ik. Maar tot, ja, we moeten elkaar wel gewoon lekker kunnen vlammen. Maar als iemand dan op jou reageert, hè, op, ja. op jouw comment zeg maar reageert, ga je dan nog iets terugsturen? Ja. Ga je daar nog op reageren of niet? Dat, dat doe jij soms. Nee, voeren. Uh, heel soms wel, reageer ik wel gewoon. Maar dan, maar dan ben ik wel echt gewoon lekker sarcastisch bezig. Mooi. Wat uh, zo uh, we gaan, uh, we gaan het schot erbij pakken. Ook belangrijk bij Fyverside. Luc de Jong, Santiago Jiménez of Chupa Akkom? Wie heeft het beste schot? Ga je een eerlijk antwoord geven? Ja. hij nou ja, gaat ook voor de winst. Want hè? je dus... zou denken dat ik voor Jiménez zou gaan natuurlijk. Klopt. En dat gaan we ook doen. <laughs> Appie? Luc. Ja, 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 Luc de Jong. Luc de Jong? Ik lijk bijna een PSV-fan eigenlijk. Ja, bijna wel ja. ja ik, maar uh... ja, ik moet, ik moet eerlijk zijn. 81 rating de Jong. Ik denk dat hij gewoon een betere schieten heeft gekregen in de EAFC. Ja, ja, het is ook goed dat je gewoon een eerlijk antwoord geeft. Uh, we zien dat uh, zowel Luc de Jong het juiste antwoord is als Santiago Jiménez. Dus jullie krijgen allemaal een punt, jongens. Lekker. Dus ook fijn, toch? 2-2-2. Twee, 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 twee. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je het hebt over vijfersite Ik zou denk ik eerder Jiménez kiezen. Mee eens. Toch? Mensen. Ja, maar de jong kan je toch niet in site zetten. Heb je daar nou trouwens corners erin? Nee, hè? Volgens mij wel. Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar maar, maar, maar ja, dus dan kan je de... gewoon kop, is natuurlijk maar, ook maar, maar, wel. Maar Luc de Jong die, die kan je daar niet zetten. Die, ja. moet je, die moet je gewoon IEFC Dart zetten zo dat er is. Nee, maar dat is leuk, toch? Gewoon lekker naar de wedstrijd. Even nou ja, even ik, darten. Denk, ik denk gewoon dat zijn pace wordt gewoon een beetje ingewikkeld, zo'n klein veldje, toch? Ja, maar je hoeft ook niet te veel te rennen. Ja, ik wou net zeggen, maar op zo'n klein veldje. Nee, veld, dat snap ja. ik. Alleen je pace is natuurlijk wel ook uh, je, hoe snel je speler weer weg ja. is. Ja, dan uh, je kan je toch veel beter Jiménez zetten. Dat is bijna het dubbele. En dan uh, de laatste, ook belangrijk, paasen. Ja, maar dit is toch duidelijk? <laughs> Veerman. Timber en branken van de Bomen. Als je wil verliezen, dan moet je kiezen wat je wilt. Maar als je wil winnen, ik ben echt benieuwd of je nu weer Feyenoord gaat zeggen. Je bent wel veel bezig met QC, hè? Ja, hij is Maar hij is aan het zoeken. Hij is maar aan het zoeken. Nee, nee, nee. Maar hij is ook veel bezig. Totdat hij mij heeft gevonden. Dan gaat het los, maar hij is ook veel bezig met Ajax, dus ik moet mijn mannetje staan. Ja, nee, is ook zo. Ja. Wie kies jij? Veerman. Beste plaatsing? Ja, 100 procent. Oké. Okay. Ik zag ook Veerman. Jij zag ook Veerman? Jij zag ook Veerman. Uh, nee, zeker niet. Ik zag Timber. Jij zag Timber? Ja. Gaan we het erbij pakken? Het is niet eens heel spannend deze. Nee. Het is echt een groot ja. verschil. Gewoon 10 rating. Nou, Dat is wel echt veel hoor. Waarop gewaardeerd? Uh, waarop is dit gebaseerd? Ja. Omdat de vinger werkt. Veerman ja. ja. is de beste passer uit de Eredivisie. Dat is een mening. Maar, uh... nee, maar ik kan inderdaad goed pasen, Veerman. Laten we dat niet ontkennen. En Branko van de Bomen, 83? Hij komt in de buurt van Veerman zelfs. O, oh, van de Bomen zit ook nog boven Timber. Ja, die is een beetje, om eerlijk te zijn. Acht, om precies te zijn. Weinig ja, van die paasjes gezien, hè? Ik vind het ik nog rustig voor uh, nee, joh, deze Nee, helemaal. Uh, ja. Weet je wat, dus op een gegeven moment leer je met teleurstelling omgaan. Ja, dat is ook zo. En dan denk je van, uh, ja... ja dat Veerman nog misschien naar boven kwam, oké, okay, dat snap ik. Maar Van de Boom ook. Het zal wel weer een goede connectie hebben bij IE. Ja, hij is goed. <laughs> dat, <laughs> het goed. Dat maar. zal het ongetwijfeld zijn. Ja. Uh, we <laughs> hebben een gelijk spel. Tussen APMO. Dus we gaan een benaderingsvraag doen. Ik stel oh. jullie een vraag. Het is een open vraag. Jullie mogen reageren met een uh, getal. Hoe snel is Quilintie Hartman van Feyenoord? Dus wat is zijn pace? En dan... Ga ik jou vragen om een getal te zeggen en daarna mag jij een getal zeggen. 77. 77. 88. 88? Is hij zo snel? Kijk, als je nou slim was geweest, dan was je er maar gewoon eentje boven gaan zitten, weet je wel. Maar goed, het, uh, het goede antwoord is 80. Dat betekent dat jij hebt gewonnen. Ik wou net zeggen 88 is echt snel. 88 hè? is echt ziek snel. Maar ja, 80 is zijn snelheid. Hij is ook wel echt een snelle jongen. Ja, een snelle jongen. Toch? Hij is ook wel een mooie allround speler. Um, dat betekent dat jij hebt gewonnen. Dankjewel. We gaan nu uh, samen ons Five Side team samenstellen. Ja, jij hebt gewonnen. Dat betekent dat jij van de vijf, oh. mag je er drie van je eigen club kiezen. Oh. Heerlijk gevoel dit. Hoe kan je nou... Ik ben heel benieuwd wie je gaat kiezen. Maar je, je, je kan ook zeggen, want je hebt de hele tijd eerlijk antwoord gegeven. Als jij daar uh, ja, gewoon allemaal van PSV en Feyenoord op kiest, mag het ook. Je hebt de ratings een beetje voorbij zien komen. Zeker. Je weet nu wat belangrijk is voor dat five side rush. Maar het is ook gewoon echt zo, gewoon als een. Nee, nee, nee. Oh. Nee, het is gewoon een opstelling met vijf. Oh, oké. Okay. Ik zou... Laten we beginnen met een keeper. Gewoon eerlijk? Ja. Wie ik zou kiezen? Benítez. Benítez. Ja, die is ook wel nog een stukje beter dan. Uh... En ik heb geen Ajax-bril op. Ik ben gewoon op. Nee, dat zien we, want je kiest de PSV-keeper. Het lef. Wie wil je nog meer? Verdedigers. Verdedigers. Dan gaan we voor. Um... Voor Makai Hato, man. Ja? Ja. Hato, mooi, mooi. Jullie hadden ook love voor Hato, dus. Die is wel ik vind lof wel echt, echt uh, heel breed genomen. Oké, oh, okay, okay, okay. hoe wil je het dan noemen? Uh, nee, ik, 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 ik vond het gewoon tof dat, dat, dat we dezelfde afkomst delen. Ja, precies. Dat vond ik precies, gewoon tof. Precies. En dat is geen love? Nee, maar kijk, weet je wat het is? Einde van de dag, iedereen die, die vanaf de jeugd zichzelf zo omhoog heeft gewerkt om zeg maar profvoetballer te worden, moet je, iedereen moet je iets kunnen hebben. Ja. Dat staat los van een club, maar uh, ja. ik hoop dat hij een hele grote speler wordt en dat hij uh, naar de Premier League gaat en alles erop en eraan. Ja, zeker. Mooier als die in, Die potentie uh... is er ook wel. Dan wil ik eigenlijk meteen naar aanvallen gaan. Ja. Ik wil voor Weghorst gaan. Weghorst? Zeker. Die voucher. gaan we er ook bij gooien. Verbaas me niks dat je die uh, kiest. Die gaan we er even bij gooien. Nee, kom op. Weghorst heeft echt uh, veel gedaan voor het Nederlands elftal. Hopelijk nu ook. Uh... Maar wat Weghorst op uh, Even op serieus, Even buiten dat hij op eigen staat, maar gewoon voor zo'n. Uh... Ja, Rush, five a side five side en Rush. Hij moet ook eigenlijk spelers kiezen. Oh ja, is het ja het moet niet. Maar het moet we... niet, maar... Zullen we dan niet voor Jiménez gaan, of... Uh... Ik, ik heb nog een uh, leuke keuze. Oké. Okay. Ik kom Bakayoko erin. Bakayoko? Die ja. snap ik wel. Die zou ik ook kiezen. We, weet je, jullie vragen mij niet wie ben ik om me mee ja, te maar... geven, maar ik zou ook Bakayoko kiezen. Wie zou je nog meer kiezen? Want ik heb nog één speler over. Ja, ik zou ook Veerman kiezen. Oh, Pasen? Ja. Meens, laten we Top? Veerman doen. Kijk, en dan heb je maar twee spelers van, uh, van Ajax. Ja. Dus dit gaat helemaal goed. Dan gaan we naar uh, degene die tweede is geworden. Dat ben jij. Jij mag er twee veranderen. Ik mag er twee veranderen. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een, uh, een goed Piet. Dankjewel. Ja, maar we gaan hem wel aanpassen. <laughs> ja, helaas. Ik zou Weghorst wisselen met Noah Lang. Met Noah Lang? Geen luk. Maar voor een vijf, zei de Rus, is zeg maar, uh, Noah Lang wel een juiste speler, toch? Nee, ja, klopt. Zeker. Geschikt dan ook, dan Luc de Jong. Ja. Noah Lang en Bakayoko zijn de beste spelers voor dit concept. Ja, nee, eens, eens. Wie wil je nog meer uh, aanpassen? Um... Hato, denk ik. Ja, heel dan heeft hij een Ja, Hato voor Obispo. Obispo? Oh, sorry, nee, uh, Boskagli. Nee, Obiesman mag ook, hè? Ik, nee, nee, uh... Bas, kijk Kijk. Ja, dit is wel een uh, PSV-teampie. Ja. Toch? Dat ja. Uh, en wat mag ik wel nou aanpassen. En jij bent derde geworden, jij mag er nog eentje aanpassen. Ja, <laughs> mooi verhaal. <laughs> ik heb niet de regels verzonnen voor de, voor de, voor de verandering. Mm, ja, dan uh, even kijken. Nee, laten we Veerman. Vervangen. We ja, zijn allemaal PSV-spelers. Dus... Timber. Ja, maar je hebt toch nee, wel PSV nee, nodig? Nee, ik denk wel Paschal, man. Paschal, ik denk dat het, dat zit in het bloed. man. Voor zo, voor ja, zo denk sprooktype. je niet dat het veel te aanvallend is? Paschal met, met ja, Bakayoko en Noah Lang? Drie aanvallers, ja, maar, wel, werk... gaan We met vier, vier uh, PSV'ers. Gaan we maar één van hun even verdedigen? Lekker <laughs> even terugtrekken. Uh, nou, <laughs> ik wens Boscarli heel veel succes. Ja. ja. Ja, maar dit wordt toch wel één grote. Dit lijkt me wel een feestopstelling. Ja, dat, 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 dat komt ook, uh, als je, als je uh, zo erbij zit. Het, het begon als een heel gebalanceerd team. Ja. En wat is er nu mee gebeurd? Ik vond, ja we begonnen goed. Ik vond dat Appie op zich wel ja, mooi had uh, versterkt met Noah Lang. Je bedoelt PSV is gewoon sterk? Nee ja, uh, <laughs> Noah Lang en Veerman op zich, ik snap het wel. Ja. Maar ja, nu hebben we drie aanvallers en één verdediger. We willen wel uh, winnen toch? jullie moeten mij niet aankijken. Ik heb maar één speler mogen veranderen. Jullie hebben de rest gedaan. Ik heb maar één speler aangepast. Ja, maar zo werkt het dus ook met die 5 a Je verandert eentje en de hele balans is weg. Nee, want Pajsjouw gaat gewoon scoren. Nee, precies. Oké. Lekker... Wie staat in de spits? Het is gewoon meer van, jij hebt die heeft defending 30. Dan heb je Noah Lang, die heeft defending 50. Shaw 32. Ja, maar je moest, als je Pashao erin wilde zetten, dan moest je Lang of bakhulke eruit Just. halen. En nu geef je eigenlijk toe dat PSV, de aanvallers van PSV beter zijn dan nee, de helemaal aanvallers niet. van Nee, ik, 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 ik wou gewoon Veerman even eruit. Want ik weet dat het je ja, raakt. Je hebt het de hele dag over Veerman. Dus, dus ik weet dat het je raakt, dus dan haal ik die We hebben je nog uit. proberen te overtuigen, maar jij staat hier achter. Dit is het team. Oh, maar ik mag het nog veranderen? Nee, je mag, als je het, het wil veranderen, mag je het nog veranderen. We laten het zo. <laughs> <Nah. laughs> Oké, okay, dit, uh, dit is het team. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit echt gaat zijn in het spel. Ik ook. Toch? Zeker. Ja. ja, maar ze zeggen: aanval is de beste verdediging. Nee, dat is ook zo. Dat als, is als, zo. Je, als, je, als je de team scoort, heb je geen verdediging nodig. Nee, dat is ook zo. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat de kijkers thuis zouden kiezen. Ik zou zeggen: uh, laat het weten in de comments toch? Of ze het een beetje mee eens zijn of dit gebalanceerd genoeg is. Ja, zeker. Zeker ja. een lekker content creëren. Even laten weten in de comments, duimpje. Nee, toch? Ja, iedereen ja. kan toch zelf even zijn teamje uh, laten weten. Ik ben benieuwd of dit dan uh, de keuze is. Um, het zou niet mijn keuze zijn. Het mist toch een beetje balans. Klinkt bijna een beetje als een trainer, hè? Wat is jouw over keuze? Balans. Zijn? Ja, toch wel een beetje Psv-achtig, maar eigenlijk gewoon. Ja, sorry, maar hoe ap je dat staan voor ik, dit nee, spel? Ja, wij hebben zo'n beetje zo'n haat liefde verhaal, Nee, van ja. mij is het alleen maar liefde. Ja, voor maar mij Maar goed ook. om te weten dat het haat is. Nee, goed. nee, nee, ja, nee. Is niet goed. Ja, het, is, het is geen haat, het is geen haat. Haat klinkt misschien raar, maar. Nee, precies, maar je bent het niet altijd met me. Ja, eens. Heel vaak ben ik het gewoon met je eens en dan denk ik van, ja man, ze snapt het helemaal. Ja, en dan het zeg gaat. je weer iets en dan of denk je, ja. Mag niet. Of ik snap het niet, dat kan ook. <laughs> nee, kijk, ik had op zilver wel gesnapt als je Pai Chao had gedaan in plaats van Noah Lang. En dan hadden we Boscagli en Veerman. Daar was ik het wel mee eens geweest. Maar ik, wil alleen, ik wist gewoon van al die spelers. Zou ik Veerman zou, zou ik het, de meest en mee hebben het meest pijn. In, ja, hebben het meest pijn doen. Dan snap ik het. wel. Uh, heren, mag ik jullie bedanken uh, voor jullie uh, invulling. We zijn het wel over eens dat we het niet eens zijn over de ratings. Nee. Maar ik denk dat dat ook gewoon nooit gaat lukken. Nou, nee, hoort erbij. Toch? Dat is lastig. Of gaat er misschien nog een jaar komen? Ik vind wel dat ik dit jaar positiever in sta dan de jaren voorheen. Klopt. Je kwam vorig jaar echt uh, heel zuur hierheen al. Ja, dat ja, klopt. Dat was ook heel zuur. Je dat was, was echt, heel, uh, uh, toch? Ja. ja. Dus nu is het allemaal uh, oké. Okay. Ik Thank zou you. zeggen, dank voor nu. Jullie bedankt voor het kijken. Veel plezier met het spelen van de game en laat eens even weten in de comments wat jouw team zou zijn. Tot volgend jaar. Ciao.